Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 14 maart van Weerplaza. Het gaat veranderen. Vandaag was het nog lenteachtig. Van het weekend slaat de winter toe. Vandaag hadden we op veel plaatsen nog temperaturen van 10 tot 12 graden in de middag. Het weerbeeld werd bepaald door een hoge drukgebied in onze omgeving. Maar dat gaat veranderen dus, want de stroming die draait naar het zuidoosten. En uit die hoek komt koude lucht onze kant op, en ook een storing. Die bereikt ons morgen in de loop van de middag dan gaat het nu en dan regenen en de storing blijft vrijdag hangen. Tegelijkertijd stroopt dan koude lucht over ons land uit en kan de regen overgaan in sneeuw later op de vrijdag. Maar vanavond en vannacht blijft het nog droog, het klaart op en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt in het noordoosten van het land. Elders ligt het kwik tussen de 2 en de 4 graden. En de wind neemt toe. Morgen waait er een stevige zuidoostelijke wind, windkracht 4 tot 5. In de ochtenduren is het in het noordoosten nog droog en er komt de zon er nog bij. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vooral in de middag is het op veel plaatsen regenachtig. De regen gaat op vrijdag over in natte sneeuw in de loop van de dag. Het wordt kouder, 3 graden in het noorden, tot zo'n 7 in het zuiden. En van het weekend wint de koude lucht terrein. Het wordt overdag hooguit 1 of 2 graden. En in de nacht vriest het licht tot matig. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.